Wij zullen de heer Binda missen in DNA en hem memoreren als een lid dat dwars door partijpolitieke lijnen probeerde te werken als het om het Surinaams belang ging. En hij schroomde niet om ook tegen zijn coalitie en de regering kritisch te zijn. Dat is dus een voorbeeld dat wij moeten opvolgen. Zo klonken de waarderende woorden vanmorgen van collega-parlementariërs in de Nationale Assemblée tijdens de rouwzitting in verband met het heengaan van DNA-lid Shyam Binda op 16 februari jongstleden. Niemand heeft een rimpelloos leven, voorzitter, maar in collega Binda, thans Weilen, verliezen wij een zeer bevlogen, een veelzijdige persoonlijkheid, voorzitter. Een hardwerkende collega, iemand die altijd recht door zee ging wanneer het ging om wegwerken van barrières en tegenstellingen, voorzitter. Als voorzitter heb ik altijd gewaardeerd dat hij in de eerste plaats ongezouten zijn mening gaf, ongeacht wie hij met zijn uiteenzetting tegen de schenen zou trappen. De Surinamer stond centraal voor hem. Dat is een kwaliteit die absoluut noemenswaardig was. Voor president en voorzitter van de VHP, Chandrika Persat Santokhi, is Suriname een veelzijdige strijdmakker kwijt. Kijken we terug naar het DNA-lid Shyam Binda, dan zeggen we dat hij een goede en grote bijdrage heeft geleverd aan Suriname en aan de versterking van het parlement. Hij heeft altijd op zijn eigen persoonlijke manier vanuit zijn hart gegrepen, toespraken gehouden en opmerkingen gemaakt in deze zaal ten behoeve van het volk dat hij vertegenwoordigde. Helaas heeft Shyam zijn zittingsperiode niet kunnen afmaken. Zijn werk was nog niet af. Maar, voorzitter, de Almachtige heeft het anders beslist. Hij was een zeer gedreven ondernemer, bestuurder, politiek activist en politicus. En heeft het grootste deel van zijn carrière doorgebracht als ondernemer. Na de toespraken werd er 1 minuut stilte in acht genomen. Shyam Binda trad namens de politieke partij VHP in 2020 toe tot het hoogste college van staat en werd vandaag speciaal geëerd om zijn kritische standpunten tijdens zijn werk.